Beste kijkers, welkom bij Wij zijn van de Partij. Een programma waarin ik in gesprek ga met mensen die de Hardenberg in de gemeenteraad vertegenwoordigen of dat graag zouden willen. Wie zijn zij? Wat fascineert hen aan de politiek? En wat hopen zij daarin te bereiken? Dat zijn een paar vragen waarop ik antwoord hoop te krijgen. Ik ben Geke Lensen, gespreksleider in deze met EI. Let's go! Wij hebben vandaag een paar fantastische gasten aan tafel, kan ik wel zeggen. Ik bevind mij goed gezelschap. Volgens mij hebben de heren geen introductie meer nodig, maar voor die enkeling die het niet weet, toch maar even aan mijn rechterkant. René de Vent. Klopt. Naast hem Douwe Prinsen en naast Douwe Jannes Jansen. Nou zeg ik in mijn aankondiging van dit programma dat ik in gesprek ga met mensen die in de gemeenteraad zitten of dat graag zouden willen. Bij jullie is dat helemaal niet het geval. Jullie willen eigenlijk de politiek uit. Dus ik gooi hem er meteen maar in. Maar heb je dan wel een heel aantal jaren in die gemeenteraad gezeten, zelfs voordat ik werd. Dat klopt. Okay. Maar nu zeggen jullie het is genoeg geweest. Wij stappen ermee na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, 21 ja. maart 2018. Dus ik gooi hem er meteen in. Waarom? En ik wilde maar met Benjamin in dit gesprek, in dit gezelschap beginnen. Ja, Benjamin is een mooi woord, maar dat is voor mij straks ook bijna 8 jaar, hè, dus op dit moment. Maar je bent wel de jongste, bedoel ik, in dit gezelschap. Dat zou je niet zeggen, maar dat het is kan ik wel. Niet ontkennen. Nou ja, dat zijn jouw woorden. Nee, dat klopt. En dat is elk moment dat er weer een nieuwe termijn aankomt, moet je heel goed nadenken van wil ik dit of wil ik dit nog een keer 4 jaar doen? Heb ik er plezier in, hè? Want dat is het allerbelangrijkste. Kan ik die energie ervoor brengen? Nou, dat kan ik allemaal met ja beantwoorden. Maar wat ik ook belangrijk vind is dat je naar jezelf kijkt en zegt van wil ik nog weer een nieuwe 4 jaar of wil ik een nieuwe uitdaging aangaan? Nou, voor mij, als je naar mijn loopbaan kijkt, heb ik altijd elke 5, 6 jaar met iets nieuws kunnen starten. Dit is straks 8 jaar en daarom heb ik gezegd, ik vind het een hele mooie termijn, 8 jaar. Prachtige ervaring opgedaan, onvergetelijk en niet vervangbaar, zeg maar. En met die informatie en met die kennis en know-how, zeg maar, wil ik eigenlijk een volgende stap doen. Maar wat ik zelf mij voor zou kunnen stellen, is dat het die beslissing ook ingegeven is door de uitslag bij de landelijke verkiezingen voor de Partij van de Arbeid. He, die toch flinke klappen heeft gehad, dat je dan denkt, ja, straks gebeurt het met de gemeenteraadsverkiezingen ook en dan komen we misschien wel helemaal niet meer in aanmerking voor een wethouderschap. Ik kan me die vraag goed voorstellen, want die wordt mij wel eens vaker gesteld, maar het is absoluut niet aan de orde. Dat is geen overweging geweest. Nee, het is geen overweging geweest. Niet een soort angst, hè, van nou, misschien straks, hè, nog groter verlies en dan heb ik niks. Ik had misschien beter maar van tevoren maatregelen treffen. Precies. Dat is nooit aan de orde geweest. Nee. Het is echt puur een individuele afweging geweest. En bovendien, als ik nu kijk naar de peilingen, klimmen we weer ja, op. Dus, ja, we zitten weer helemaal in de lift. Wie zal straks zeggen hoe de uitslag in maart 2018 misschien wordt? Nou ja, maar als dat wel een overweging was geweest, dan zou je spijt kunnen krijgen. Nee, ook dan niet, want dan heb ik voldoende goede opvolgers klaarstaan volgens mij. En ik heb echt gezegd, ik vind 8 jaar een prachtige termijn. Kijk ik met heel veel plezier op terug, ook in samenwerking met een mooi team. Ja. En met een constructieve gemeenteraad. Dus in dat opzicht mooie termijn om af te ronden en tegelijkertijd weer een nieuwe deur openen naar iets anders. Douwe, wat is jouw overweging geweest om te zeggen tot zover en niet verder? Ja, tot zover en niet verder. Kijk, ik kan me bij René aansluiten. Ik deed in mijn, voordat ik wethouder was, deed ik ook nooit iets langer dan 4, 5 jaar. Dan had ik het idee dat mijn toegevoegde waarde weer wel minder werd en dan ging ik weer wat anders doen. Dat dacht ik ook toen ik wethouder werd, denk van nou, misschien 2 perioden en dan daarna weer wat anders. Maar ik vind dit zo'n ongelooflijk leuke baan. Ja, in je eigen samenleving met dingen bezig zijn of in de omgeving waar je zelf woonachtig bent, waar je in participeert, dat is echt geweldig. En
Maar je moet een keer stoppen. De vorige periode dacht ik al te gaan stoppen, omdat drie perioden opstaan. En binnen CDA is drie perioden wel zo'n beetje de lijn dat je dan stopt. Maar goed, er kwam toch vanuit de partijen, maar ook vanuit anderen wel wat van, ga nog een keer door. En nou, mijn vrouw die zegt altijd van, je bent in al die jaren nog nooit boos thuisgekomen dat je de tas in de hoek smeet of zo. Je krijgt er veel energie van, dus waarom ga je niet door als die mogelijkheid er is. En toen ben ik wel doorgegaan, zoals ik wel meteen gezegd, het is wel mijn laatste periode. Want je moet op enig moment een keer stoppen. Je moet ook ruimte maken voor een ander, hè. Misschien ook wel voor andere ideeën. En als je kunt ook te lang blijven zitten en dan kan het je ook allemaal overkomen. En dat zou ik ook niet graag willen. Dus, ja. Maar nee. als je mij nu op de man afvraagt, emotioneel ben ik nog niet aan stoppen toe. Nee. Maar rationeel zeg ik van, ik moet gewoon stoppen nu. Ja. Ja? Maar gezien, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar gezien je leeftijd zou ik me ook kunnen voorstellen dat je zegt van nou, nog één periode door en dan zit ik zo'n beetje aan mijn AOW. Ja. Maar zo beginnen, kijk, je kan heel berekenend zijn, want dat zit ook wel een beetje in mijn portefeuille, maar op dat punt ben ik niet zo berekenend. Ik denk als je nog een periode, ga je dat redden, hè? Want je hebt het al heel lang gedaan. Hè? Ga je dan misschien niet te veel op de automatische piloot, wat ik tot nu toe nog nooit heb hoeven doen en ook niet heb willen doen. Nee. Maar misschien straks wel, ik ben nu nog hartstikke fit. Blijf je dat nog tot je 65ste? Dat weet je niet. Dus die risico's wilde ik anderen niet aandoen en mezelf niet. Nee, oké. Okay. En Jannes, wat was voor jou de reden om te zeggen, nou, nu stoppen, nu ga ik niet meer door? Ik zit ook in mijn derde periode. En ik heb, toen ik het ging doen, ik dacht, je doet het 4 jaar en dan moet je kijken of je nog een poosje wil. Nou, zou ze dat willen, zou 8 jaar een mooie tijd zijn en dan moet je eens om je heen gaan kijken. En ook ik ben 3 periodes gebleven. En dan moet je ook een keer zeggen van nu ga ik weg en dan ga ik plaatsmaken voor iemand anders die er nog eens weer met frisse ogen naar kijkt. De doorstroming in je eigen partij. In mijn eigen partij geldt ook. Dus een beetje hetzelfde als het CDA na 3 perioden in principe niet doorgaan. En ik heb gezegd, ik wil nu even niet doorgaan. Dat lijkt me niet verstandig. Maar, hoe leuk ik het ook vind overigens. Maar voor jou dan ook dezelfde vraag. Als je nog 1 periode was doorgegaan, ja, had je meteen door kunnen vloeien naar de WAO. Nee, AOW. Misschien had dat wel de WAO opgeleverd. Ja, je weet het maar nooit. Dat in die 4 jaar kan gebeuren. Ja, nee. Nou, dat zou ik je niet. Nee. Dit is een mooie tijd geweest. En je moet ook niet in de situatie geraken bij steeds ook veranderende gemeenteraad. Dat je zegt van ja, maar ik heb dit allemaal al wel een keer gezien. Dat zou ik absoluut niet willen. Je moet lekker fris blijven in een baan als de onze. En ik heb niet de indruk dat ik zwaar versleten ben. Dus ik ga ook best nog wel even om me heen kijken of er nog mooie klussen zijn om te doen. En dat zou ik leuk vinden om dat ook nog te doen. Maar nog een keer, ik heb het vreselijk gevonden. En ik vind het nog elke dag hartstikke leuk. Het is mooi om bezig te zijn in de samenleving. Maar je moet ook een keer tijd maken. Zeggen, je tijd is om. En dan moet iemand anders het verder gaan doen. Plaats maken voor een ander, dat is ook een kunst. Ja. Afgezien van al die overwegingen, is het nog een discussie geweest binnen het college, laat ik maar zo zeggen. Want jullie stappen alle 3 in 1 keer, dus de know-how, hè, want hier zit natuurlijk toch een behoorlijke passie know-how. Burgemeester blijft in dat opzicht alleen achter, gaat straks verder met 3 of 4, misschien wel 4 nieuwe mensen. Is dat nog een punt van discussie geweest? Kunnen we dat wel maken om allemaal tegelijk? Ja. Je moet het niet groter maken dan het is. Hardenberg blijft, het hele ambtelijke apparaat blijft, de burgemeester blijft, de gemeentesecretaris blijft. Er blijven op heel veel dossiers is richting gegeven en zal een nieuwe raad en de nieuwe wethouder misschien ook wel eens weer een beetje een andere richting gaan. Maar het is niet zo dat vanaf het moment dat wij niet meer zijn, het complete collectieve geheugen van Hardenberg weg is. Echt niet. Nou, dat mag ik hopen van niet. Nee, maar goed. Kijk, dit werkt toch iets anders dan bijvoorbeeld in een managementteam van een bedrijf. Ja, je hebt, kijk, alhoewel we in het college niet verpolitiekt zijn en als team met ons vieren, met de ondersteuning van de secretaris geacteerd hebben en nooit vanuit partijpolitiek, we respecteren. Maar wat bedoel je niet verpolitiekt zijn? Je kunt in het college ook hebben dat je
toch een beetje een vechtcollege hebt. En dat ik alleen voor de CDA stand, de gaat Jannes voor de ChristenUnie en voor de Partij van de Arbeid. We weten elkaars kwetsbare punten, zeg ik altijd maar. Ja. Of een paar elkaars principiële punten. En die respecteren we naar elkaar toe. Maar als je het hebt over, heb je het er in het college over gehad? Je hebt het over heel veel dingen. Maar er zit een, je hebt een persoonlijke lijn, dat heb je ook in een managementteam. Maar je hebt ook een partijlijn. Hè? Kijk, ook al zijn we duaal en zijn we meer op elkaar aangewezen dan vroeger. Hè? Vroeger haalde je heel veel uit je eigen partij. En dan kreeg je ook altijd die ondersteuning wel uit je partij. Nu is dat een stuk duale, zoals ze dat dan noemen. Ja. Maar die afweging die maak je in eerste instantie ook want, binnen je partij. Want ik kan wel zeggen, ik wil doorgaan. Maar dan moet je partij ook willen. De vorige keer zei ik van nou, ik zou eigenlijk moeten stoppen nu, want het is 12 jaar en dat respecteer ik. En toen zei juist de partij nee, zou je nou door willen gaan? Ja. Ja, dus het is wel lastig om dat in het college in zijn totaliteit op elkaar af te stemmen. Ja, er zijn andere actoren in het spel die mede bepalend zijn. Daar ben je natuurlijk altijd zelf, maar dat is ook je eigen partij. Maar de burgemeester heeft niet tegen een van jullie gezegd van jongens, doe dat nou niet. Hij zou ons graag allemaal willen houden. Oh ja? Ja, dat weet ik zeker. Maar hij gaat er niet over. Nee. En jij hebt een mooi team opgebouwd hè, afgelopen jaar. Ja. En dat is natuurlijk wel wat je dan loslaat. Hè. Ja. Ja. Voor een deel. Maar goed, aan de andere kant denk ik, voor ons is het belangrijkste altijd dat men, je weet dat het 4 jaar is. Hè, of misschien nog eens een keer weer 4 jaar. En je moet rekenschap afleggen na zo'n 4 jaar. En je moet de basis op orde hebben na 4 jaar. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Ja. Dus wat wij ons als opdracht hebben gegeven is zorg ervoor dat het goed achter, dat je het goed achterlaat. Ja. Dat de kennis en know-how die er bij ons zit inderdaad op papier staat. Hè, goede overdrachtsdossiers. Overdrachtsdossiers, dat het bij de goed land in organisatie. En dan volgens mij moet het geen probleem zijn. Het zal natuurlijk altijd even wennen zijn. Hè? Nieuwe mensen, nieuwe gezichten. Ja. Nieuwe aanpak misschien, hè? Andere karakters wellicht. Maar dat went altijd weer. Ja. Nou ja, de burgemeester gaf ook aan in een van de laatste vergaderingen dat het zijn taak wordt om die nieuwe wethouders ook te coachen, te begeleiden. Zou beginnen wat meer tijd verder. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat lijkt daarin me geen makkelijke opgave als je dan 3 of 4 nieuwe mensen... Ja, maar daarin zal je in het college vast een brugfunctie pakken. Ja. 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 En de samenhang in het geheel even bewaken en snel mensen weer inwerken zodat ze hun zaken kunnen pakken. Maar daar helpt de afdeling je mee. Daar helpt. Dus ja. Ik ben daar niet zo heel bang voor. Nee. Kijk, je kan ook zeggen van toen de gemeente begon is er een hele mooie toekomstvisie neergelegd. Die is een paar jaar geleden nog eens een keer weer behoorlijk ververst. Daar zijn de coalitieprogramma's ook op geschreven. En daar hebben we heerlijk aan kunnen werken. Het is ook wel weer mooi dat er nu een nieuw team met een nieuwe gemeenteraad dat geheel nog eens een keer kan opschudden en zeggen van wat is daar goed aan? Dat willen we vooral behouden. En wat zouden we nog een nieuwe accent neer kunnen zeggen? Het is ook een mooi moment om even weer door te starten. Ja. Nee, en René gaf geloof ik al aan hoe goed de relatie onderling tussen... Hè, soms dan had je wel het idee van, dit is een soort van vriendengroepje. Daar wil ik nog wel iets op zeggen. Ja. Nou, ga je gang. En ik ook wel. Zou ik nog wel wat kunnen vertellen? Daarvoor zitten we hier. Nee, maar dat is altijd mooi, want daar hebben we het in het college ook wel heel vaak over. Ja. En ook een beetje schetsen, maar er zit natuurlijk een hele serieuze ondertoon in. We hebben altijd gezegd, we worden geen vrienden. Nee. Als je vrienden bent, kun je geen zaken doen. Nee. En we moeten ook scherp zijn naar elkaar toe in het college. Ja. Ook vooral ook op de inhoud. Hè. Dus misschien wel wat zacht op de relatie, maar wel hard op de inhoud, zeggen we altijd. Okay. Want je doet het allemaal voor de zaak. Ja. Ja. Exact. En dat is denk ik wel belangrijk dat je dus in dat opzicht ook bewaakt. Hè. Ook omdat je veel met elkaar te van doen hebt. Maar aan de andere kant, we zien elkaar ook dagen niet. Hè. Vandaag hebben we jullie Nee, maar gezien. Dan heb je het ook over de uitstraling naar buiten. Ja, hè? Kijk, ik heb het wel eens zo gezegd. Het grootste risico wat het college van Hardenberg bedreigt is dat ze vrienden worden. Ja, precies. Ja? Okay. En ik zit er dan straks 16 jaar en ik ben nog nooit vrienden geworden met iemand uit het college. En dan sta ik onder vriend van dat je gezamenlijk allerlei dingen gaat doen en over en weer koffie komt drinken. Niet bij elkaar op de verjaardag, ik zeg maar wat. Doen we niet. Nee. Direct trouwens als directeur met een groot managementteam ook niet. Okay. Ja? Het moet ook wederzijds klikken, hè? De partners dat moet klikken en als je niet oppast dan klikt het tussen de partners niet, heb je er in je werk last van, is me allemaal veel te ingewikkeld. Maar ik wil scherp kunnen blijven en dat hebben mijn tafelgenoten en de beide burgemeesters die we meegemaakt hebben ook. We willen scherp kunnen blijven op de inhoud. Ja. We willen met elkaar falikant oneens kunnen zijn over de inhoud. Ja. En niet omdat we het oneens willen zijn, maar om er beter van te worden met elkaar. Zodat die samenleving er beter van wordt. Maar je kunt het politiek college weer van nou.
Ik bemoei me niet te veel met hem. Hij heeft zijn dingen. De vermoeid ook niet te veel met mij. Kan ik lekker mijn gang gaan. Ja. Wij bemoeien ons vrijelijk met elkaars portefeuille op dinsdag. Ja. En dat gaat ook niet zo van, zou ik hier voorzichtig wat van mogen zeggen. Maar ik vind dat het gewoon wat van. Ja. Mm-hmm. Daar scherp je elkaar mee op. Daar vecht je er soms even over. En uiteindelijk probeer je er altijd een voor Hardenberg goed resultaat uit te krijgen. Waar je met elkaar mee kan leven. En wij zeggen van, dit is goed voor Hardenberg. Daarmee gaan we naar de raad. Dan hebben we misschien best een robbertje gevochten in het college. Ja. Maar als we eruit gaan en de deur gaat dicht, dan gaat er weer een team naar buiten. Altijd. En volgens mij is het dat aardig gelukt om dat uit te stralen. Ja. Ja. En ik vind dat ook een hele belangrijke. Dat je en dan moet je het geluk hebben dat je goed met elkaar op kan schieten. Want dat is wel nodig. Dat je elkaar een beetje aanvoelt. Dat je elkaar een beetje aanvult. En dat je het toch elkaar voor 100% vertrouwt. Ja. Ja? Dat is essentieel. En dat hebben we altijd gehad. Kijk, als jullie van de pers op woensdag van ons de resultaten van onze besprekingen zien, dan is dat soms een stuk wat wel 3 keer door het college is gekomen. Ja. Want als ik een stuk oplever wat door mijn handen is gegaan en waarvan ik zeg is het college waardig. En in het college zeggen ze van, nou, dat weten we niet. Neem maar eens, kan hij nog terug? Heb je nog tijd? Dan neem maar eens eerst mee terug, want we missen dit, we missen zus en we vinden dit argument onderbelicht. En dan ga je ermee terug. En dan doen we er niet kinderachtig over. Dan ga je niet in de hoek staan janken met dat stuk onder de arm. Van nou, dan moet je toch eens kijken wat er gebeurd is. Maar dat gebeurt bij ons allemaal. Maar ook bij stukken van de burgemeester. Ja, ja. Wij proberen, op de inhoud proberen we gewoon die dingen te doen. Ja, die, laat ik zeggen, voor de gemiddelde mensen ook te snappen zijn. Ja? We proberen te kijken van, geven we geen onevenredig veel ballast. Hè? Ambtelijke ballast of financiële ballast. En het moet gewoon een zuiver en inhoudelijk stuk zijn wat past bij de strategie die je uitgestippeld hebt met elkaar. Nou, en dat wil er soms wel eens bijgaan. Ja, dat, en dan wel op basis van argumenten. Maar ik zit 16 jaar straks in het college. Nou, ik kan zo uitdringen hoeveel collegevergaderingen ik heb gehad. En we hebben nooit meegemaakt dat we over een stuk gestemd hebben. Want als je gaat stemmen in het college, dan krijg je een hele verkeerde verhouding. Als wij er niet uitkomen, dan zeggen we, je krijgt een week de tijd om betere argumenten te bedenken. En als je dat niet lukt, kun je het beter stuk niet aanleveren. Ja? Maar er wordt in een collegevergadering wel eens met de vuist op tafel geslagen, figuurlijk dan. Nou, maar wel van, nou, dit is voor mij niet acceptabel of zo. We horen wel eens in het kabinet, zeg maar, dat Rutte met deuren slaat. Weet ik niet. Zo maar doen wij het nooit. Is dat in Hardenberg ook zo? Heb je meegemaakt? Nee, wel is het wel eens dat je aan het non-verbale van iemand kunt zien van wat hij ervan vindt. Ja? Kan je daar een voorbeeld van noemen? Want ik ben non-verbaal niet sterker. Maar ik kan jullie vertellen. Nee, want Douwe, die wil nog wel eens zo met zijn trouwring. Kijk het me na. Dus dat is ook non-verbaal. Ik weet niet wat het betekent, maar misschien. Nee, ik kan je verklappen dat Douwe nooit te zien is wat hij ervan vindt. Nee? Mauro Rinbergen die zei altijd, dat was de vorige gemeentesecretaris, als ik op 100 meter afstand in de raadzaal zit en er zit iemand een verhaal te vertellen en Douwe denkt van wat een geklets is dit, dan kan ik het van 100 meter afstand al wel zien. Ja, kan ik niks aan doen, zo zit ik nog 1 keer in elkaar. Ja? Ja, maar weer terug te keren naar het college, we kunnen heel scherp zijn op elkaar, maar we vertrouwen elkaar ook. Als ik de stukken op donderdagavond krijg, hè, dat vind ik altijd een genot, nog aan al die jaren nog, dan kijk je wat voor stukken, je eigen stukken ken je die in het college komen. Van mijn collega's zitten daar rapporten bij. Je hebt gewoon een bepaalde manier van werken gekregen. Ik kijk altijd van, waarom deden we dit? Ja? En de conclusies en aanbevelingen zijn die in lijn met wat ik ervan dacht. Niet wat de wethouder van dacht, maar wat ik ervan dacht. Mm-hmm. Hoe zit het financieel? En is dat in lijn? Dan vertrouw ik mijn collega dat het tussenliggende, wat er allemaal tussen ligt, een argument, dat het allemaal goed is. Ja? Dan ga ik niet tot het laatste punt achter, of het laatste komma dat helemaal uitzoeken. Dat is een stukje vertrouwen. Zij mogen van mij op mij vertrouwen dat ik mijn dingen goed voor elkaar heb, dat ik het goed heb voorbereid. Daar vertrouwen we ook in. Maar dat vertrouwen moet je wel hebben naar elkaar toe. Ja. Ja, ja en dat is denk ik wel het aardige van, in ieder geval dit college en ook de jaren daarvoor. In ieder geval in de tijd dat ik erin heb gezeten, dat je elkaar vertrouwt. Dat je elkaar aanvult en dat je ook aan de voorkant voldoende dingen met elkaar gedeeld hebt om te weten hoe je erin zit. Ja. En dan kun je verder komen. Ja. En er zit natuurlijk ook een stuk gewoon gezond verstand in. Wij weten ongeveer, ook met de raad afgesproken, van dit is ongeveer de richting die we willen. En dan zitten er ook een aantal dingen in waarvan je zegt, ja, dat is gewoon goed, moeten we gewoon willen, klaar. Ja. Het is echt niet zo dat we elk stuk wat binnenkomt uitvoerig moeten bespreken. Er zijn ook verschillende stukken zeggen,
daar zijn we binnen 5 minuten mee klaar. Nee. Ja, dat is gewoon goed. Dat wisten we. Ja, goed gedaan. Verder. Nou, jij gaf net bijvoorbeeld aan, gezien die vriendschappelijke band, nou ja, de partners, dat moet klikken, nou enzovoort. Heb ik me ook nog afgevraagd, jullie hebben zoveel besluiten genomen de afgelopen jaren. Ik kan me voorstellen dat je dan thuiskomt en dat je bepaalde dingen met je partner bespreekt. Dus hoeveel procent van die besluiten zijn genomen door... in samenspraak met de partners van jullie. We zien ze nooit. Die blijven op de achtergrond, maar dat komt straks waarschijnlijk in het afscheid ook nog wel naar voren hoe belangrijk die achterban is. Want nou ja, daar hoor je altijd iedereen. Mijn werk is mijn werk. Het blijft altijd mijn werk. Ik bespreek nooit iets thuis. Echt niet? Nee. Ja, nooit iets, dat is overdreven. Kijk, je hebt wel eens een situatie, mijn vrouw werd wel eens aangesproken van, goh, wat heeft je man gisteren een vervelende avond gehad? Als je een pittige, geen idee, is thuisgekomen, even een borrel gedronken, hebben we heel gekletst. Oh, maar je neemt niet je werk mee naar huis? Nee, maar dat heb ik nooit gedaan. Kijk, je hebt wel eens een keer dat je, voordat je naar een vergadering gaat, dat je bepaalde keuzes moet maken, wat ook de publiciteit gaat halen. Dan zeg ik wel eens van, nou, er kon vandaag nog wel eens een knaller in de pers komen, maar ik blijf gewoon ademhalen of zo. Hè? Ja. Maar we hebben niet... Op bepaalde thema's heb je wel eens een keer een inhoudelijk gesprek met elkaar erover, maar dat leidt nooit toe nadat ik zeg van nou wil ik mijn besluit eens even bij jou checken. En het is ook niet zo dat mevrouw mij, de Vent zegt van nou René, met die hele WMO, dat moet toch allemaal anders? Zou je niet eens zus of zou je niet eens zo? Nee, het gaat er eigenlijk helemaal niet zozeer over dan de inhoud. Nee. Maar veel meer om wat er omheen gebeurt. Ja. Dus als stel dat we een onderwerp hebben wat nogal wat gedoe oplevert, hè, of veel reacties vanuit de samenleving, dan zal ze ook wel zeggen tegen mij van, goh, hoe komt dat nou? Ja. Ja. Hebben jullie iets besloten waardoor die samenleving nou een beetje een rep en roer is? En heb je alles wel goed overzien? Ja. Ja. Dus je reageert meer zeg maar op de impact, hè, de gevolgen van iets, dan over de inhoud. Want ze vertrouwt erop dat wij... samen met onze organisatie deskundig genoeg zijn, zeg maar, en met de raad. Maar ik kan me voorstellen, net zo goed van mevrouw Janssen, dat die met ideeën komen. Die zeggen van, Jannes, luister eens, heb je wel hier aan gedacht of daar aan gedacht? Ja, mag. Ja. Maar kan je daar concreet dan aangeven? Nou, ik heb mijn vrouw die werkt in de zorg en we hebben de transformatie natuurlijk gehad. Ja, waarom heet dat eigenlijk transformatie? Nou, waarom transitie. Het is eerst overgaan van de rijk naar... En nu doen we het wel anders. Ja. Je gaat op een andere manier. Ik weet nog wel, mijn vrouw is dan nog een beetje... Die is wel laat opgeleid, want die heeft heel laat die slag gemaakt. Maar als die dan s'avonds een thuiszorgroute reed... en kwam hij, dan ging ze nog even snel de afwas doen. Ze zegt, nou, ik heb nog even de afwas kunnen doen. Ik zeg, 3-dubbel fout. Fout moet je nooit weer doen. Ze zegt, ja? Hoezo fout? Ik zeg, nou, die mevrouw moet morgen vroeg uit bed komen. Die moet in beweging komen. Ja, die moet zelf nog een verantwoordelijkheidsgevoel houden. Ja, dat ze zelf die afwas aan doet, dat heb je haar nu ontnomen. Nou ja, dan hadden we wel eens een discussie over. Daar keek zij wel heel anders naar. Ja, dan zeg je, ja, dat zal. Maar als je het bekijkt vanuit de filosofie zoals die gehanteerd wordt op dit moment. En de onderleggers, zeg ik dan maar even. Het is toch van laat mensen zo lang mogelijk hun dingen doen. Ja. Dan moet je daar niet die vader die voor die mevrouw ja, maar goed, dat maar voorbeeld, hè? Ja, maar dat is een visie. Kijk, in de loop der jaren, jullie lopen al zo lang mee... tegenwoordig is het allemaal de gemeente faciliteert. Hè? Uiteindelijk was dat 10 jaar terug, was het toch meer het gemeentebestuur initieert. Ja, de gemeente zorgde ervoor en we zorgen nu dat ja. Het gebeurt. Ja? Maar we zorgden vroeger voor en nu zorgen dat. Het is wel een verschuiving. Ja. Ja. Het is wel een verschuiving. Ja. Zorg dat je de samenleving in de kracht krijgt. Dat je wat mensen zelf kunnen ook laten doen. Maar zorg ook dat mensen niet tussen wal en schip vallen. En dat is denk ik wel de constante die er altijd is. Nou, als je het over mijn vrouw hebt, dan zou dat een punt zijn waar ze met mij over praat. Ja. Denk erom, jullie mogen geen mensen tussen wal en schip laten vallen. En verder moest ze ook heel vaak uit de krant horen wat er was. Zei van, hé, ik heb ook gehoord dat. Dan word je wel eens ter verantwoording geroepen van, dat had je wel eens eerder kunnen. Wat ik wel leuk vond is, want ik was ze houdt van lectuur en ze houdt van wandelen. Als je dan met het vechtpark bezig bent, zei kom, we gaan er eens even heen. Ja. We gaan eens even kijken hoe ver het is. Ja. En dan gaan we samen doen en daar praat je dan samen over. Ja. En dan heb je het over, dat vind ik dan leuk om dat te laten zien. Ja. Nou, nu je het over het vechtpark hebt, dat is wel een goeie. Want ik wilde eigenlijk vragen... Wat herinneren jullie zich als het grootste succes in die afgelopen jaren? Wat je persoonlijk deed, zegt van nou, dat was toch wel een succesverhaal. En ik had
zo het idee dat dat bij meneer Janssen wel eens het vechtpark zou kunnen zijn. Het vechtpark is wel een van de dingen, maar nou, ik zou het niet. Ik heb zo een paar voorhanden. Kijk, het vechtpark is natuurlijk wel een hele mooie waar je een noodzakelijke opgave. Je moet zorgen voor meer ruimte voor water. Want kijk maar, in 1998 Hardenberg liep bijna onder water. Ja. Dat mocht niet weer gebeuren, dus je moest ruimte maken. Nou, doe dat dan op een mooie manier, zodat je er ook wat aan hebt. Nou, alleen al in het vechtpark in Hardenberg kun je 500.000 kubieke meter water bergen. Dus de noodzaak, zorg dat je ruimte krijgt, daar hebben we gedaan en we hebben er ook nog iets moois van gemaakt. Ja, dat is een dubbelslag die je slaat. Dat is gewoon prachtig. Maar is dat inderdaad, is dat een succes uit de afgelopen jaren, nou, het vechtpark? Dat is er eentje. Wat ik ook heel veel plezier aan heb beleefd, is dat we met alle basisscholen en de besturen van de basisscholen tot een integraal huisvestingsplan zijn gekomen. Waarvan een heel aantal mensen die dachten van nou, dat gaat jaren duren voor je zover bent. Nou, dat we met elkaar het vertrouwen hebben kunnen opbouwen om eens te kijken van hoe moet voor de komende 10, 20 jaar ons basisscholenbestand gaan zien en waar moet er wat gebeuren nou. Ja, er zijn natuurlijk in de loop der jaren toch wel een aantal basisscholen gesloten. Ja, nee, maar wij hadden zes. Ik herinner mij toch nog die heisa van basisschool De Hogeweg. Bijvoorbeeld, daar begon het mee. Ja. En nou, trouwens, daarvoor was het ook ingesloten. Maar we hadden nog niet zo lang geleden 6.000 jongeren op de basisschool zitten. En straks zitten er nog 5.200. Ja. Dat betekent iets voor basisscholen. No. En daar moet je dus wel iets mee gaan doen met elkaar. En we hadden ook een behoorlijk bestand verouderde basisscholen. Dan moet je kijken, ga je renoveren of ga je nieuw bouwen? Ben je er dan trots op dat je uiteindelijk in gezamenlijkheid tot een oplossing bent gekomen? Hoe gaan we dat oplossen? Want je kan niet blij zijn dat er basisscholen gesloten nee, zijn. Nee, maar je moet wel beleid maken en de schoolbesturen, die dus aan de ene kant oude gebouwen hebben die qua onderhoud heel duur zijn, andere gebouwen hebben die half leeg staan, en die ook denken van hoe willen wij in de toekomst dat goed gaan doen? Nou, dat je zegt, jongens, met elkaar, hoe kunnen wij het geld wat wij als gemeente hebben, het geld wat de scholen hebben gekregen, hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk inzetten om voor al die leerlingen in onze gemeente goed basisschoolonderwijs te geven in goede gebouwen en ook nog een beetje dicht bij huis. Ja. En toen hebben we met elkaar toch uiteindelijk kunnen zeggen, nou, dat betekent in de grotere kernen wat grotere scholen om ook een beetje ruimte te houden voor de scholen in de kleinere kernen. Ja. En dan is het grappig dat het hele programma begint met de nieuwbouw van een basisschool in Lutten. Nou, en dan zijn we nu met Schuinersloot bezig, we zijn met de Watering bezig, we zijn met Bruchterveld bezig, we zijn in Baalder bezig, we zijn in Marslanden bezig. Maar dat is wel vreselijk leuk om te doen. De karwei wordt niet afgemaakt. Nee, maar dat is nou inherent aan een politicus. Je begint ergens mee je gaat, en iemand anders gaat verder. Ja. Nou prima, als ik dat wil afmaken, dan moet ik nog wel heel erg lang blijven. Want we hadden een plan voor de komende 20 jaar. Dat wil ik de mensen toch ook niet nee, doen. Toch niet. Goed, gaan we even naar, wat is jouw grote successtory? Nou, de afgelopen 16 jaar. Dat kijk, wat me altijd is bijgebleven en dat is toen ik denk ik zo'n beetje, volgens mij was dat kerst 2004, dat ik de dag voor kerst op het gemeentehuis nog aan het werk was en dat de bode kwam en van er is een mevrouw beneden bij de balie, die gaat niet eerder naar huis. Dat ze jou gesproken heeft. Nou, die mevrouw had ik al eens een keer ergens ontmoet. En die was in een behoorlijke relatieconflict beland en met 2 kinderen in een zomerhuisje en had geen cent meer te maken. Mm. En dat een dag voor kerst. Ja. Ja? En dan zit je daar als enige bestuurder op dat moment. Nou, ik vond gelukkig iemand in de organisatie die ook een geldkistje had. Ik zei, doe mij 100 euro. Als die mevrouw niet terugbetaalt, betaal ik zelf terug bij wijze van spreken met die mevrouw in gesprek, 100 euro, zodat ze de kerst doorkwam. En nou, dat is mooi. Ik bedoel, dat je dat kunt doen is fantastisch. Maar het mooiste vond ik toen ik na de kerst met wat mensen die wel eens tegen me gezegd hebben van als je nou eens een probleem hebt met huisvesting, ja, nou, in een hoog uitzonderlijk geval mag je een beroep op ons doen. Toen ik die mensen belde, zo rond de kerstdagen van goh, ik heb toch wel een probleem, vind dit is zo schrijnend, zouden jullie ernaar willen kijken? Ik heb alleen contact tot stand gebracht en dat een paar mensen besloten om zeg maar de top van de huur voor een paar jaar, voor een jaar vooruit te betalen, zodat die mevrouw op een huur kwam beneden de huurtoeslaggrens. En dat die mevrouw op 10 januari, ik zal daar het nooit vergeten, mij een telefoontje deed toekomen van goh, wat geweldig. Er zijn een paar mensen uit de samenleving die hebben naar me omgezien. En ik heb een woning. We hebben dit verhaal nooit gehoord. Nee, maar dat hoef je ook niet te horen. Nee, dat zijn de verhalen die je niet hoort. Kijk, nee. En dan gaat het niet om mij. Maar wat ik zo mooi vond, is dat er uit de samenleving zelf mensen ooit eens naar me toe kwamen en zeiden van als je nou tegen dit soort dingen aanloopt. En dan moet het, we kunnen niet voor elk wisselwasje, maar als we een keer iemand voor kunnen helpen. Nou, ik vond dat die mevrouw, een mevrouw van half in de 30, die eigenlijk hoort te bloeien.
Ja. Maar tot op het bot vermagerd was vanwege de stress en de ellende en de zorg voor twee kindjes. Mm-hmm. Dat vond ik zo super dat de samenleving dat zo oppakte dat ik maar met één telefoontje mensen met elkaar in verbinding heb gebracht. Ik ben ertussen weggegaan. Ja, ik heb, die verdienste is ook niet aan mij. Ik heb alleen, ben even de makelaar geweest. Hè. Ja. En dat dat soort dingen lukken, dat zijn dingen waar ik altijd nog met heel veel genoegen op terugkijk. Natuurlijk, een sportboulevard maken is super. Alle kunstgras, super. 4000 woningen bouwen, 150 hectare bedrijventerrein verkopen. Al dat soort dingen, die zijn echt geweldig. Dat is echt hartstikke leuk om te doen. Maar ik heb in mijn hoofd zitten toch ook heel veel van die voorvallen. Een familie die alleen nog een tent heeft. En die je toch binnen 24 uur onderdak kunt verschaffen. Ja, nou dat soort gevallen, dat blijft, blijft het diepst in je. De rest zit was, ook in je. Dat was ook de rode draad, denk ik, heel vaak in ons college. Dat de aandacht voor mensen die tussen wal en schip vallen. En die zeggen, heel veel mensen redden zich heel goed. Maar er zijn ook mensen die redden zich niet. Daar moet je ervoor zijn. In micro, maar ook, kijk eens naar jouw portefeuille. Ja. In gewoon maatregelen die je hebt voor kwetsbare mensen. En dan gaat het over tonnen, hè, waar we mee bezig zijn. Ja. Heeft René ook nog zo'n soort verhaal? Of heb jij een andere succes? Dat is kerst bijna, René, dus kom op. Ja, nou, ik moest even nadenken dat je vanmiddag zei van... nou, ze hopen drie huilende wethouders aan tafel, maar je zou er bijna tranen van in je ogen krijgen. Nee, maar kijk, ik merk altijd nog als ik het verhaal vertel, als ik dit soort verhalen heb, dan dat raakt mij nog steeds. Ja, nee, en dat hebben we in het college ook. En dat vind ik ook zo mooi van dit college. Dat we zeggen, als er eens een keer zo'n schrijn geval is, dan krijg je vaak te horen van anderen van ja, het is een eigen schuld. Dan zeggen wij altijd, zijn we niet in geïnteresseerd. We gaan eerst de problemen voor die mensen proberen te helpen. Oplossen. In ieder geval de eerste nood. Ja. En dan gaan we eens even kijken, kunnen we structureel wat dingen leren. Ja. Ja? En dat is een gave houding die we met ons vieren allemaal wel hebben. Hè? De een heeft een nuance naar links en de ander naar rechts. Maar dat is een gave houding, want dan weet je ook. Ook al is het soms niet mijn portefeuille, maar je krijgt zoiets, dan kun je acteren. Maar je weet gewoon dat je de steun van je collega's hebt. Ja. René, nog even, want ik ben toch wel benieuwd. Nog even? Nee. Sorry. Zo was het niet, zo was het niet bedoeld. Nee, nou goed, ik denk dat aansluit ook bij de voorbeelden. Wat ik zelf heb geprobeerd, zeg maar, afgelopen jaren, is ook heel veel bewustwording, hè, over bepaalde thema's. Dus als het nu bijvoorbeeld gaat om armoedebeleid, hè, we hebben jaren geleden al een paar keer, ik ben wel een beetje van de conferenties, van mensen bij elkaar brengen, van verschillende disciplines, en dan eens met elkaar nadenken over van, we hebben dit vraagstuk in de samenleving, armoede, werk, zorg, hoe gaan we dat nu met elkaar handen en voeten geven? Dus veel meer ook, zeg maar, sturend en richtinggevend. Ja. En dan heb je eigenlijk voor een succes heb je heel veel anderen nodig, zeg maar, om dat te kunnen bereiken. Maar wat ik dan wel mooi vind als bestuurder, als wethouder, is om zelf, zeg maar, ook mensen daarvoor het podium te geven. Zodat niet alleen maar vanuit het gemeentehuis wordt gedacht en gestuurd, maar dat je samenwerkt aan een oplossing. Hè. Dus destijds ook een mooie armoedeconferentie gehad met jaren terug met notaris, bank, werkgevers. En daar is een eurowijzer uit ontstaan. Oh ja, ja. Die dame is dan door mijn vrouw bedacht. Even nog. Oké, dus die toch wel een goede inbreng. Ja. Nee, we komen er wel. Ja, had je ons nog eens even kunnen vertellen. Dat wordt dinsdag weer gebak. Hetzelfde met werk. Een werkconferentie gaat dan onlangs natuurlijk heel recent nog met betrekking tot een discussie over het basisinkomen. Wat eigenlijk ook wel bedoeld was om eens na te denken over, zouden we niet in Nederland eigenlijk iets heel anders moeten gaan doen? Hè? Want we lopen vast in onze systeemwereld. Ja. En ik denk dat vind ik zelf wel een mooie opbrengst van. Dat we ook als college hebben geprobeerd om steeds weg te blijven een beetje uit die systeemwereld van wetten en regels. Maar veel meer naar de leefwereld te gaan, zoals jij die voorbeeld net ook noemde. Ja. En dat je denkt, kijkt ook van wat gebeurt er nou met mensen. Even als laatste dan als voorbeeld ook. Ik liep laatst de stad in. Ik wil nog even een vrijdagmiddag laat een visje halen. En ik kom een man tegen in een rolstoel. En die schiet mij ook aan. En die zegt, wethouder, mag ik u iets vragen? Ik zeg, natuurlijk mag dat. Het ging net over een mantelzorgdiscussie die we in de gemeenteraad hadden gehad. En hij zegt, maar ik ben ook mantelzorger. Ik zit in een rolstoel en ik ben mantelzorger. Dus ik zorg ook nog voor mijn vrouw. Halve dag lig ik op bed, maar ik moet ook nog voor mijn vrouw zorgen. En ik heb iets gelezen van een compliment en ik snap het niet helemaal. Kom ik daar nou wel of niet voor een aanmerking? Want die vraag houdt me erg bezig. Kijk, en dan denk je van, goed, wij doen er alles aan om mensen te informeren en goed en laagdrempelig te communiceren. En toch blijven die vragen hangen in die samenleving. Dus ik heb ook gezegd, weet je wat... Je komt maar binnenkort eens een kop koffie drinken, dan zorg ik dat mijn adviseur erbij zit. En dan gaan we gewoon kijken wat we kunnen doen. En dat is volgens mij wat wij in een hele drukke portefeuille gezamenlijk,
toch elke keer proberen om te kijken van wat is nou het effect geweest van onze beleid en onze inzet. Ja, precies. Over koffiedrinken gesproken. Ja. Even iemand, als ja. iemand nog koffie ja, nou, wil. Ja. Ik lust nog een bakkie. Ja. Of wil je het zelf? Ja, doe nee, maar. Want ik kan thuis ik ook al dezelfde. Ja, nou, dan dat is dus wel het mooie van het de grote dingen verbinden met gewoon de kleine dingen. Ja. En ook gewoon zelf door die samenleving lopen en door het buitengebied lopen om te kijken van wat gebeurt er nou. En om zo de banden goed te houden. En dat is op het schaalniveau van Aardenberg natuurlijk heel goed mogelijk. Ja. En dat vind ik ook wel het mooie. Je zit niet helemaal abstract, alleen maar abstracte dingen vanuit je kamer te doen. Maar je bent gewoon ook nog in de samenleving. En je ziet hoe het landt. En ik denk, oh Deksel, dit moet ik een beetje anders doen. Ja. Of, dat gaat goed. Ja, nee, maar dat is precies wat je zegt. Het is soms goed ook wel eens aan de lijve te ondervinden hoe onze systemen in elkaar zitten en waar je dan tegenaan loopt. En, nou, ja, we zijn allemaal wel een beetje uit datzelfde hout gesneden. Dank je. Je hebt een beetje een halfje. Maar uit datzelfde hout gesneden dat we zeggen, ja, we hebben dat nu wel bedacht. Maar hoe pakt dat nu uit in de praktijk? En dan kun je evaluaties krijgen, maar het is soms ook goed om zelf in gesprek te gaan. Toen we huishoudelijk hulp gingen veranderen, heb ik met mijn ambtenaren een 6-tal bezoeken afgebracht van mensen die klaagden aan het begin. Ja. Ja? En dan kun je zeggen, nou, tegen een ambtenaar, ga er eens naartoe. Maar ik wilde zelf ook wel weten wat er speelde. Nou, bij 5 vond ik niet terecht dat ze klaagden, heb ik zo gezegd. Ja, bij eentje vond ik het wel terecht. En dan kun je niet lopen strooien meteen, maar dan zeg je toch tegen je ambtelijke medewerker van, goh, ben je daar nog eens goed naar kijken? Volgens mij zit hier een haakje wat niet helemaal goed zit. Ja. Nou, en dat geeft je dan ook een goed gevoel als je weet dat ja, hoe het aan de basis uitpakt. Tuurlijk ben je bestuurder, tuurlijk kun je niet alle incidenten op reageren. Maar om zo af en toe eens even lekker te voelen van hoe zit het nou in die samenleving, dat is echt super om te doen. En wat ik zelf een onvergetelijke herinnering vind is nog dat wij ook met alle drie zijn we mee geweest met een wijkverpleegkundige. Ja. Ja. Toen de zorg naar de gemeente kwam, toen hebben wij ook gezegd van nou, we willen wel eens mee met een wijkverpleegkundige. En toen hebben we alle drie apart een afspraak gemaakt. En ik weet nog dat ik wel met een avonddienst ja, meeging. Ja. Ja. En zeer onder de indruk was van wat daar ook gebeurde. Wat de betekening is van een zeer bevlogen verpleegkundige, niet alleen om de handeling die ze uitvoert, want die medische handeling is een kwestie van heel kort, maar veel meer de impact van contact met mensen, een gesprek daaromheen, ja. Kijken of er nog andere zaken spelen in de huiselijke omgeving. Ja. En dat vond ik een hele leerzame les. Ja. Oké, dus eigenlijk, jullie hebben dan de mooiste herinneringen aan toch wel dat samenbindende in de samenleving. Veel meer dingen. Ja, maar kijk, ik heb heel veel in stenen gedaan, hè? Ja. Nou, super, om projecten van A naar B te brengen, dat is echt geweldig. Dat is, en deals maken, daar geniet ik van. Ja? Maar als je me vraagt, als je me 's nachts wakker maakt en kun je 2 hele concrete dingen aangeven, dan weet ik vrijwel zeker dat het over dingen gaat die met mensen, mensen die in je eigen samenleving zitten. En dan gaat het toch vaak over mensen die het in het leven niet getroffen hebben, om wat voor reden dan ook maar. Ja? En dat je die nou ja, niet helpt, want dat klinkt zo, wij helpen niet echt. Maar dat je mensen toch op een spoor kunt zetten, iets aan kunt bieden door deskundigheid aan te bieden. Ja, en dat je dan ziet dat mensen daar ook een stukje meer vooruit komen. Een stukje meer. Maar dat is denk ik ook wel de kern van besturen. Tuurlijk, openbare orde, veiligheid. Ja, daar heb je moet je allemaal geregeld hebben. Daar moet je allemaal goed geregeld hebben. Ja. Maar daarnaast zijn er heel veel dingen waarmee de samenleving zichzelf al redt. Daar moet je soms wat regels voor maken. Maar dan komt het erop aan, die mensen die het dan net niet redden of tussen wal en schip vallen. Waarvan je denkt van, hé, die komen er gekneusd uit als we daar niet een beetje op letten. Wij noemen dat heel ouderwets wel eens wat het schild voor de zwakken. Ja. Maar zo is het wel. Ja. En ja. Als je dat doet, geeft dat zo ongelooflijk veel voldoening. Ja. Wij moeten een klein beetje haast maken. Ik wilde nog graag... jullie hebben alle tijd, hè. Altijd alle tijd. Nee, ik wilde nog even een paar belangrijke dingen doornemen, want we... Nou ja, we hebben nu een beetje over het succes gehad, maar jullie hebben ongetwijfeld de afgelopen jaren ook wel eens een kleine blunder gemaakt, zo denk ik. Ieder mens doet dat. Wat herinner jij je, René, als dat je zegt van, oh, daar wil ik eigenlijk liever niet meer aan denken, maar het is wel gebeurd waar je de fout bent ingegaan. Ik denk niet zozeer in blunders, maar meer van, wat was misschien anders achteraf beter geweest om te doen, als je dat eerder had geweten. Want ik vind ook dat je... van dingen die niet goed gaan, kun je altijd heel veel leren. Ja.
En dat moet ook elk jaar moet onze opdracht zijn, elke dag weer. Want wij denken ook dat we dingen goed doen en soms vallen dingen anders uit. Dus ik ga je altijd terugrekenen van heb ik in het procedure of in het proces, hè, met name zit er vaak in het proces, iets verkeerd gedaan. Ik denk dat een voorbeeld waar wij nog wel eens een keer aan lachen misschien, maar dat is ook wel serieus bedoeld, is het oepsmoment, zeg ik wel eens. Hè. Dat verhaal ken je misschien nog wel? Nee. Vertel. Dat ik dus een duurzaamheidsconferentie had georganiseerd. En partijen had uitgenodigd. Alleen één partij was daar niet bij aanwezig en die vond dat hij niet uitgenodigd was. En heeft er later in de krant een stuk over geschreven. Maar niet alleen in de krant. Niet alleen in de krant, zelfs op een voorgevel nog. En daar werd ik letterlijk mijn naam genoemd. Hè. Ja. En toen dacht ik van, hè, wat is dat? Dus ik heb het gesprek daar ook over gevoerd. En dan ga je nadenken van, heb ik dan misschien... Ben ik nog niet zorgvuldig genoeg geweest in de analyse van wie moet ik allemaal daarbij betrekken? Nou, daar kun je van alles van vinden, maar dat zijn wel leermomenten geweest. En, dus uiteindelijk hadden ze wel gelijk? Dat ga ik niet zeggen. Nee, want ik heb wel gezegd van, hebben we een hele grondige analyse gedaan? Hebben we mensen ook de kans gegeven om daarbij te zijn? En dat was wel het geval. Okay. Dus, heb je er wakker van gelegen? Nee. Nee? Nee? Heb je überhaupt wel eens wakker gelegen van welk onderwerp dan ook? Nee, ik heb wel eens lang nagedacht over onderwerpen. Maar ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat ik op bed lig, dan vat ik ook redelijk snel de slaap. Zeg maar. Heel goed. Hoe zit dat met Douwe? Ja, nee. Ik heb nooit wakker gelegen van bed. Nee, echt nooit. Wat was je grootste blunder? Voor zover je kan herinneren. Kijk, ik kan er wel een paar noemen. Nee, grapje hoor. Noem er een stuk of 10. Nee, grapje. Nee, maar ik heb niet iets waarvan ik denk, kijk, ja, ik weet nog wel dat we met veel enthousiasme begonnen met van die units-achtig gebouwd centrum in Delingsvaart. Ja? Ja. En die hadden we keurig bekeken in Utrecht, samen met Jan Senke, toenmalig directeur van de Veste. En het zag er daar fantastisch uit. Ja, 36 van die dingen, mooi gestapeld, een mooi frontje eraan. We zijn fantastisch. Jan zei, dat ga ik ook in Delingsvaart doen, ga ik jullie helpen met mensen die tijdelijk woonruimte moeten hebben. Nou, op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje, toen belde iemand uit Delingsvaart mee. Wat voor schroot zetten ze toch achter het centrum? Ja. Toen dacht ik, oh jee, dat weet ik niet. Een paars, een geel, een rooi, en weet ik veel, alle kleuren. Ja, ik ben erin geweest. Vijf van die dingen stonden, ik reed het s'avonds langs, toen dacht ik, wat is hier gebeurd jongens? Dus ik belde Jan, ik zeg, waren ze even voor de helft van het geld gekregen of zo? Ja. Ja? Hij zei, nee, dit waren die dingen. Zei, maar ze zagen er toch in Utrecht anders uit. Nee, maar zo en zo. Nou ja, ik dacht, laat het maar. Nou, er heeft er ooit eentje ingewoond. Ja? Zouden ook een aantal in Harderberg komen? We hebben het proces onmiddellijk gestaakt. En zeiden, dit gaat hem niet worden. Dit moeten we echt niet doen. Dit past in Utrecht. Als je ze opstapelt en je zet er een paar struikjes omheen. Maar in Delingsvaart of Harderberg, ja, finaal de plank misgeslagen. Gaat hem niet echt worden. Finaal de plank misgeslagen. Oké. Okay. Ja, en nou ja, kijk, en... Ik had laatst ook iemand op bezoek en dat is al een paar jaar geleden. Dan komt iemand en die komt dan voor zijn kinderen iets regelen. Nou, hartstikke mooi. Ja, je kan niet iedereen spreken, maar ik had tegen mijn secretaresse gezegd, nou laat me komen. En die komt binnen en ik zeg heel joviaal tegen hem van, hoe is het met je? Of nee, hoe gaat ie? Zo, hè. Terwijl die man heel boos was nog omdat hij vond dat de gemeente zijn kinderen onrecht aan had gedaan. En als ze aan je kinderen komen, komen ze aan jou. Ja. Nou, volledig verkeerde inschatting. Die man die ging finaal door de plafondplaten aan het begin al. Hè. Dus ik had een kwartier nodig om... om met hem weer in gesprek te komen. Volledig verkeerd ingeschat. Ja, en dat gebeurt je. En de volgende keer denk ik, moet me niet weer overkomen. Nee. Maar terwijl, omdat ik hem ook een beetje kende, dacht ik heel joviaal te doen. Nou ja, gewoon zoals ik van nature ook ben. Hè, van, nou, hoe is het, joh? En, terwijl ik, hoe is het? Het gaat hartstikke slecht. Nou, dacht ik, oeh, god. Daar kom ik zo nog even op terug. Ik wil nog even van Jannes weten. Wat was jouw grote miskleun? Als je eraan terugdenkt dat je het koude zweet uitbreekt en denkt, oh, dat had ik anders moeten doen. De allereerste collegevergaderingen, toen ik in een geolied team binnenkwam in 2006 en ik de vaart op dinsdagmorgen, denk ik van, deksel, ik moet nog wel een tandje bijzetten. Daar moest ik wel even aan wennen. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het college van toen en zeker de voorzitter van toen ook expres wel wat extra vaart maakte om mij maar even heel snel te leren dat we heel snel en zakelijk dingen gingen doen en dat we er niet te lang over moesten praten. Dat vond ik wel een grappig. Ben je nooit vergeten? Die ben ik niet vergeten. Hij heeft mij er later nog wat mee gepraat. Hij zei, ja, maar ik deed het ook expres. De vorige begroting, de laatste begroting niet, maar de vorige, je kan ook te veel op inhoud zitten. De vorige begroting, toen die begroting zat redelijk degelijk in elkaar, er zat niet al te veel ruimte voor de raad in. En de raad dacht dat er in de afvalreserve nog wel wat geld te verdelen was. En
toen zei ik op een laat moment, wij hadden het college nog eens even goed laten bekijken, maar dat kan zo niet. En toen zeiden wij op een laat moment tegen de raad, van, en helemaal op inhoud en met een paar goede argumenten erbij van, maar dit kan zo niet, dit moet echt een beetje anders. En toen had ik helemaal de emotie van de raad onderschat en die plofte van, want ze hadden nog wel 3, 4, 5 andere plannen voor dat geld. Mm-hmm. En dan komt in één keer even een wethouder vertellen dat geld is gewoon even weg. Ja, het is er wel, maar je mag er niet aankomen. Nee. Ja, dat was een kwestie van totaal verkeerd inschatten. Ja, dat was vorig jaar. We hebben een schorsing van 6 dagen gehad. Ja, ik herinner mij dat nog vaak. Nee, maar dan kan je op inhoud nog 1000 keer gelijk hebben. Ja. En dat hadden we ook wel, want daar hadden ze ook wel meer kort gegaan. Ja. Maar de timing was niet juffrouw. Nee, het was niet, dus nee. Daar... Maar het grappige is dat onze raad er ook weer aan kan. Ja. Ja. Im nog terugkomt op jouw verhaal over die vader. Zijn jullie ooit wel eens bedreigd in de afgelopen jaren? Van die dreigmails gehad, van mensen die niet tevreden waren over de besluitvorming? Jawel. Jawel? In welke vorm? Nou ja. Via de mail, via telefoon, ben je gestalkt? Maar ik heb wel eens mail gehad dat ze met de show van mijn huis in elkaar wilden rijden. Nu is dat wat lastig, want mijn huis staat achter het kanaal, dus moet je een redelijk aanloop nemen. Ja? Dus er zijn ook wel eens een keer containers van me in de fik gestoken. Ja, de weg. Maar denk je, ben je nou inderdaad zo laconiek? Ja, dat ben ik wel laconiek, want de ambtenaar zei, je moet een melding van maken. Ze zei, ben je gek? Hoezo een melding? Oh ja? Geen melding van. Maar, dat ben je eigenlijk wel verplicht, hè, dat je dan een melding maakt ook. Maar kijk, weet je, ik kreeg wel eens mails en dat was vooral toen in die tijd toen het nieuwe gemeentehuis gebouwd werd. Ja. Ja, is natuurlijk ook wel een oerlelijk gebouw. Ja, maar ik had het over, je had het over iets anders. En dan kreeg ik wel eens mails en dan mailde ik terug van fijn dat je van je hart geen moordkuil maakt. Super dat je je zo uitspreekt, maar mag ik je uitnodigen voor een kop koffie, dan gaan we het er eens over hebben. Ja. Nou, dan hoor je van 9 van de 10 hoor je niks weer terug. En er was ineens, die zei, dat is goed. Nou, die man heb ik 1,5 uur mee aan tafel gezeten. Ik heb hem ook gewoon ook de documenten laten zien die ter grondslag liggen aan al die besluiten en zo. We hebben een colaatje gedronken, ben bij hem gebouw door geweest. En de volgende dag kwam de secretaresse en zei, Douwe, heb je de mail al gelezen van die man? Ik keek altijd op tegen gemeente, bestuur, wethouders en zo. Nu heb ik zomaar 1,5 uur met een wethouder mogen zitten. En wat heb ik een fantastische middag gehad. Je zult van mij nooit meer zo'n mail krijgen, hè? Nou, maar als ik zo'n mail krijg, mail ik gewoon altijd even terug. Is zo? Ja, dan geef ik gewoon een hele nette reactie. René zit echt instemmend te knikken, ook de rest van een beetje boze mails. Ja, boze mails is uiteraard, want er zijn altijd mensen die het wel oneens zijn of een andere ervaring hebben op het moment dat je iets beslist. Ja. Maar ik moet wel zeggen, in de regel is het zo dat die boosheid, daar moet je mee om kunnen gaan. Ja. Maar niet in de zin van een bedreiging of iets dergelijks. Ik heb wel eens mensen een keer aan de deur gehad. Het gebeurt heel weinig, overigens moet ik zeggen hoor. Maar dan wel met een heel keurig verhaal. Dus niet dat ze naar binnen kwamen stampen, zeg maar. Maar daar schrik je dan in het begin wel even van, hè? Want je bent niet gewend dat mensen bij jou van de bel komen. Ja. En nogmaals, het komt heel, heel beperkt voor. Ja. Wel mailtjes of een telefoontje van iemand die heel boos is. Maar meestal op het moment dat je daar over in gesprek gaat, wat jij ook zegt, dan de aandacht die ze dan al krijgen, zeg maar, dan dempt in feite ook de emotie. Ja. En daar rekenen ze ook niet altijd op. Nee. Dus ik had een poosje geleden nog iemand, maar ik merkte gewoon, die snapte het niet. Die kon het niet bevatten. En die was bij me elkaar wel erg boos. Die had het over de slag aan de smoel en zo. Dan voel ik me niet heel snel geïntimideerd, want ik had het kunnen zeggen, wegwezen. Ja? Ja. Nou ja, en dan heb je het ook. Maar dan merk je gewoon van, die boosheid kun je ook nog wel snappen. Omdat zij gewoon het verhaal niet kunnen pakken. Nee? Ze zitten, komen in een andere wereld, zeg ik dan maar even. Ja. Ja, en ja, dat is dan wel lastig om te snappen waarom ik als portefeuillehouder dan op het moment een bepaald besluit heb genomen. Ja. Dus ik probeer ook altijd wel begrip te hebben. Kijk, en ze moeten me niet te nakomen. Dat hebben ze ook nooit gedaan, maar mijn portefeuille leent zich ook wel voor wat... Ik herinner mij nog wel inderdaad spandoeken, verder met Jacobs, corrupte prinsen, allemaal dat soort. Maar daar lig je niet van wakker? Ik wist niet eens dat ze er waren. Nee, maar nee, ik lig het echt niet het wakker. Raakt je ook niet. Nee. En Jannes, ook was daar moet je wel tegen kunnen. Ja, ik heb 1 keer iemand van mijn kamer afgezet, omdat hij een van mijn heel integere medewerkers ongelooflijk bedreigde. En zei van, dit accepteer ik niet. Nee. Ik had hem uitgenodigd voor gesprek. Ik ga er niet op de zaak in. Maar zeg, nou ben je wegwezen. Je mag wel bij me terugkomen, maar dan maak je een nieuwe afspraak.
En dan gaan we even overnieuw beginnen. Maar ik wil je nu even duidelijk maken dat dit echt niet kan. Nou ja, dat gaat niet zo makkelijk. Maar en, verder ja, geen... Nee, het valt wel mee. Kijk, soms zijn de mensen boos. Soms zijn de mensen ook wel even heel boos. Dat is inherent. Kijk, wij hebben te zorgen voor het algemeen belang. En het algemeen belang strijdt soms wel eens met het individuele belang van één iemand. Ja. Dat kun je, soms kun je dat wel bij elkaar brengen, maar heel soms kun je dat ook niet bij elkaar brengen. En dan moet je soms naar een iemand ook wel een slechte boodschap brengen. Van dit gaan we nu niet voor je doen, want dit is niet, dit is in strijd met het algemeen belang en wij doen jou geen onrecht aan op dit moment. Daar moet je altijd wel even goed naar kijken. Ja, en dan kan er best wel iemand boos op je zijn. Ja. Rondom verkeer gebeurt dat ook. Om maar een voorbeeld te noemen. Ik krijg wel eens mailtjes en denk van nou moet het nou zo. Ja. En ik herinner me nog, dat we nog niet zo heel lang geleden, op een gegeven moment liep iemand hard langs en zei, nou, er is iemand beneden, dat is ernstig en dreigt en gevaarlijk. Ik zeg, kom op, we gaan er met z'n tweeën heen. En zei, kom even mee, kom even een kop koffie drinken, kom even zitten, probeer, en dan probeer je te dempen. Ja, niet te bang zijn. Als je, jullie werken nog een maandje of drie, vier al met al. In ieder geval als wethouder bedoel je? Ja, als wethouder. Ja, daar hebben we het nu over. Ja, hè? Ja. Wat voor advies zou je jullie opvolgers mee willen geven? Wat maakt een wethouder een goede wethouder, laat ik dat zeggen? Ja. Word niet je eigen ambtenaar. Ga niet als ambtenaar zelf dingen doen. Iemand heeft ooit eens kortweg tegen mij gezegd, je moet zorgen dat je kwaliteit vraagt, dus je moet wel een beetje proberen een beetje visie te hebben, waar wil ik naartoe? Vraag kwaliteit en zorg dat de kwaliteit geleverd wordt en verkoop dan die kwaliteit ook. Nou, wat maakt een wethouder een goede wethouder? Nee, maar ik geef geen advies meer. Nee? Nee, want kijk, Jannes doet het op zijn manier, ik heb het op mijn manier gedaan, wat bij me past, dat doet René ook. Ik ben alleen altijd in als iemand zegt van, goh, ik heb iets van je nodig. Ja, als een nieuwe wethouder straks zit, die zegt, goh, kun je me even helpen in die zin van hoe is het verhaal gelopen en hoe had jij het voor ogen toen je dit in hebt gezet, ben ik altijd bereid om dat te doen, maar ik ga geen adviezen meegeven hoe je het moet gaan doen, want het is zeer persoonlijk. Kijk, toen ik wethouder werd, vroegen ze ook of ik een cursus wilde. Nou, misschien is het heel goed voor mensen om een cursus, hoe word ik wethouder te volgen, maar het leek mij niks. Dus ik heb het ook nooit gedaan. Ja, daar ben ik je hebt van. Die kwaliteit gewoon nee, van maar ik, nee, maar of dat nou een kwaliteit is of niet. Kijk, ik heb in mijn vorige baan moest ik ook mediatrainingen doen. En na drie keer zei zo'n trainer, laat me maar weer stoppen, want die jongen die verandert niet. Ja, dat lukt me gewoon niet. Ja, als iemand mij een vraag stelt, wil ik gewoon normaal antwoorden. En soms zeg ik, ja, dat is strategisch niet handig. Nou, dan is strategisch onhandig. Ja. Maar ik ga er toch, ik wil mezelf zien. Als ik 's morgens in de spiegel kijk en 's avonds weer, wil ik mezelf zien. Ja. Dat is toch ook een van anders. De basisdingen. Blijf jezelf. Natuurlijk. Blijf jezelf. René Temees? Ja, als ik het nee zou zeggen, dan zou dat misschien wel wat stof doen op waaien. Nou, probeer het dus. Nee, maar goed, ik ben het wel voor een groot deel eens, want ik vind ook welk advies zou je moeten geven. Hè? Mijn advies zou zijn, blijf gewoon dicht bij jezelf. Just. Want iedereen doet het op zijn eigen wijze. Ja. Wat ik wel belangrijk vind is van, doe het vooral niet alleen. Je hebt je college nodig, je hebt raad nodig, maar je hebt ook vooral je organisatie nodig om, om dingen te doen. En vier en deel, zeg maar, succes en ook soms een keer een nederlaag, zeg ik dan maar. Ja. Want je moet het met elkaar willen doen. Het enige wat wij doen is sturing geven, zeg maar, richting geven aan een bepaald gebied, ontwikkeling. En volgens mij moet je steeds die balans een beetje bewaken. Van in welke omgeving werk ik nou precies? En wie heb ik nou eigenlijk nodig om die volgende stap te kunnen maken? Ja. En nogmaals, inderdaad ook in de spiegel kijken. En zeggen van, heb ik nou oprecht iets gedaan? Of moet ik misschien toch nog eens even een stapje terug doen voordat ik een definitief besluit neem? Ja. Het is ook vreselijk leuk om je medewerkers enthousiast te maken. Precies. En niet te laten gloreren van, kijk eens, dit hebben jullie nu gedaan. Ja. In plaats van de boel naar jezelf te trekken. Even ter afsluiting. Wat gaan wij nou doen na 21 maart? Daar zijn we toch wel heel nieuwsgierig naar. Jannes, wat ga je doen? Ja, ik loop er echt over na te denken. Ik heb ook wel ideeën. Maar ik vind het nog heel lastig om me los te trekken van dit. Ik wil eerst dit heel goed afmaken. En dan zou ik heel graag nog iets doen op het breukvlak van samenleving en bestuur. En waar het dan precies is, dat ga ik nog wel even zien. Ik kan mij zomaar voorstellen dat dat ik iets doe op het raakvlak van onderwijs en jeugdzorg. Want die zit wel hoog in mijn hoofd. Weet het nog niet. Ik heb nog niet een vast omlijnd plan waar ik ga werken. Ik vind het zo moeilijk te bevatten. We zijn toch, behalve René, maar een klein beetje leeftijdsgenoten.
Ik ben opgegroeid met het idee, je moet geen oude schoenen weggooien voordat je nieuw hebt. Dus ik nee, maar dat is kan wel me een... niet voorstellen dat je dan zegt, ik stop ermee als wethouder en ik weet nog niet wat ik ga doen. Nee, maar ik of heb gezegd... je hebt zoveel geld verdiend dat je kan veroorloven van nou, als ik niks heb dan... Jannes wel. Ik heb wel. Ja, ja. Nee, er is vast elke dag wel wat te eten. Dat is het punt helemaal niet. En dit is iets wat je voor een aantal jaren doet. En ik heb mij voorgenomen om niet halverwege een periode te vertrekken. Ik maak het gewoon af. En dan komt er vast wat. Daar ben je van overtuigd. Ja. Maar ja. Je weet nog niet wat. Ik heb nog niet het idee dat ik granies moet kopen om daarachter te gaan zitten. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar je gaat nog wel voor een... Je gaat op zoek naar een baan. Ja, of klussen. Je gaat gewoon solliciteren. Of gewoon klussen. Wat ga je doen? Een klus. Een klus. Dit hier en een klus daar en een klus daar. Dat weet ik nog niet. ZZP'er. Ja, of je daarvoor ZZP'er moet worden, moet je eens kijken. Dat zou niet. Kunnen. Of ga je het dan gewoon uitzingen? Maar misschien komt er ook wel iets langs. Ik zeg van, hé, dit is een trein, daar spring ik op. En dan? Je ook meteen, of neem je een sabbatical? Nee. Ja. Zo ben ik ook niet opgegroeid. Kijk... Ik weet wel ongeveer wat ik niet wil. En kijk, dat is? Ik wil niet een baas in mijn nek te hijgen, want daar ben ik niet goed in. Daar kan ik niet tegen, daar heb ik mijn hele leven niet tegen gekund. Dus mocht ik ergens een baan kunnen vinden, ergens zeg maar op een loonlijst, dan moet ik wel heel veel bewegingsruimte hebben. Want ik weet hoe ik functioneer als ik geen bewegingsruimte heb. En ik wil ergens naartoe waar, of ik wil wat gaan doen waar beweging moet komen. Maar ook jij hebt nog geen... Nee, ik heb wel richting en ik voer zo her en der wel eens een gesprekje. Ja, omdat mensen mij dan vragen, goh, kunnen we het eens over hebben wat je straks gaat doen. En ik vraag ook wel eens mensen, kun je mij eens een spiegel voorhouden? Wat is er in de wereld nu te koop? Ja. Ja, en nou, waar denk je als je me een beetje kent waar nog plek zou zijn in de markt? Maar ik denk, kijk, het fysiek ruimtelijke domein, dat vind ik heel boeiend. Maar ik zou ook best anderen willen adviseren over bijvoorbeeld hoe kun je nou goed aanbesteden. Hè? Dat resultaatgericht aanbesteden wat wij toch wel in Hardenberg op allerlei terreinen hebben gedaan. Dat is wel een dingetje van je. Ja, dat is wel een dingetje van mij. Maar ja, ik ga het liefst voor wat lastige klussen. Dat vind ik altijd het leukst. Waarvan anderen zeggen, nou, dat gaat toch niet lukken. Dat vind ik altijd leuk. Ja, om daar eens aan te gaan zitten. En dan, we komen niet meer aan de masterplan naartoe. Dat is nou eigenlijk jammer. Ja, maar gebiedsontwikkeling. ik bedoel, nou, zoals we met de Oost-Einde hebben gedaan. Maar zo kun je nog meer van die dingen bedenken. Waarvan iedereen zegt, ja, die krijgen we nooit meer voor elkaar. En dat gaat hem niet worden. Dan denk ik altijd, nou, dan wordt die interessant. Ja, en dan... Dat zijn zo van die dingen. En daar heb ik wel wat lijntjes uit staan. Dat ze zeggen, goh, zou je straks dit willen doen? Zou je straks dat willen doen? Maar kijk, ik zou ook niet graag willen dat ik maandag stop en op dinsdag... als adviseur aan het loket staat bij een buurgemeente, waar vroeger mijn collega wethouder nog zit, ja, om dan te zeggen, ik kom hier even lawaai maken of zo. Dat past niet binnen mijn fatsoensnorm. Dus je moet ook nog wel even kijken van als je... Je moet ook even afstand nemen. Hè? Dus, maar, ja, kijk, je weet het concreet nog niet. Concreet weet ik het niet, maar het lijkt me ook heel leuk om gewoon met zo'n bakwagen zo één keer in de 14 dagen zo naar Zuid-Frankrijk te rijden. Zo. Oh ja. Ja, het lijkt me ook wel leuk. Gewoon een ding van, goh, wat heerlijk hé. Ja, en dan tentje erin. Je denkt niet aan gewoon een echte baan, gewoon 40 uur. Nee. Kijk, weet je, ik heb een afspraak thuis dat ik zou proberen. Dat, ik heb vanaf mijn 23e, straks tot mijn 62e, heb ik altijd tussen de 60 en de 70 uur. De meeste weken waren 60 tot 70 uur. Dat ga ik niet meer doen. Ik wil wel proberen om dat nu in 5 werkdagen te doen. En als dat nou een keer 40 of 50 uur is, vind ik niet zo spannend. Maar met name dat we het weekend hebben we eigenlijk nooit iets, dat we echt iets kunnen, want we hebben altijd verplichtingen. En dat lijkt me wel eens leuk dat je kunt zeggen, god wat mooi weer, we gaan even een weekendje naar de kust of zo. Ja, dat kunnen we, precies. Hebben we nooit gekund, dus dat lijkt me wel heel leuk om dat te doen. Maar het liefst ben ik gewoon baas van mezelf en leuke projecten doen. Dat ga ik het liefst doen. En wat gaat René doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb een nieuwtje, nee hoor. Dat zou nou leuk zijn voor de verandering. Je had je eerst wel even de college kunnen halen. Ja, dat kunnen we zeggen. Ik word burgemeester van Ommen. Ja. Is er al, dus dat kan niet meer. Nee, ik ben... Je gaat toch niet weg, besloten om nog te blijven. Nee. Je moet wel globaal blijven, vind ik. Ja. Als ik één keer beslis, dan blijf ik wel achter het besluit staan. Okay. Ik volg nu wat gesprekken. Ik heb ervaring in het onderwijs, bij de overheid, in uitvoering, in beleid, in bestuur. Docent Duits nog van oorsprong.
Dus ik vind Duitse taal nog steeds een hele boeiende, ook om internationaal misschien wel iets mee te gaan doen. Dus ja, eigenlijk een hele brede interesse. Dan maak ik het gelijk om te focussen weer wat lastiger, ja, zeg maar. Ja. Dus daar ben ik ook nog niet helemaal over uit. En daarom voel ik nu met verschillende mensen in verschillende gebieden wat gesprekken. Ja. Zodat je straks na de kerst en oude nieuw, zeg maar, eens wat meer kunt gaan richten van nou, dit maar je hebt wel alle vertrouwen, jullie hebben er allemaal wel vertrouwen in dat je uiteindelijk toch wel weer wat... Kijk, vergeet één ding niet, en dat zegt wel iets, en dat durf ik wel te zeggen van ons drieën, denk ik wel. In ieder geval van mezelf vind ik het altijd lastig om te zeggen, maar van Jannes en René, en ik zie het ook wel bij mezelf, we zijn nog zo druk met ons werk. Ja. We willen gewoon de dingen nog gewoon doen, we willen het gewoon afmaken, we willen gewoon iets achterlaten waarvan je zegt van nou... Dat onze opvolger niet na een week zegt, nou, dat waren een paar lijken. Ja, we willen nog de dingen die waarvan wij zeggen, van nou, die doen er nu nog even toe. Dus we hebben ook geen van drieën eigenlijk tijd om over andere dingen na te denken. Want we zitten gewoon 60, 70 uur in de race nog, deze weken nog. Ja, maar goed, ja, uiteindelijk als je weet van het houdt op, wordt de motivatie wel een beetje minder. Ik hoef niet 1 mei, dan ga ik in juni wel ergens wat doen. Ja. En natuurlijk hebben jullie dan straks alle tijd om vrijwilligerswerk te doen, wat er nu niet toch een beetje bij je schiet, denk ik. Oh, dus dat gaan we, uiteindelijk. 40 uur krijgen we betaald van de gemeente. Jullie hebben het altijd gezegd, iedereen moet vrijwilligerswerk doen, dus tuurlijk. Wat ga je vrijwillig doen? Oh, dat weet ik nog niet. Dus werk, ook vrijwilligerswerk, genoeg. En ik weet ook, toen ik besloot om te stoppen en ik bekend maakte, toen had ik ook binnen een week wat mensen die zeiden tegen mij, we hebben nog wel behoefte aan een voorzitter voor een bepaalde club. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat gaat allemaal automatisch. Maar ik vind dat je eigenlijk ook heel goed moet nadenken, en dat is wat Douw ook zei, maken nu hele volle weken, hè, omdat we nog hele volle agenda's hebben tot en met nu toe. En het gaat ook nog wel voorlopig door. Maar wil je straks in een nieuwe situatie, wil je ook nog wat meer tijd voor privé hebben. Nou, dat is denk ik voor ons allen ook wel belangrijk. Ja. En daarnaast moet je ook kijken van, is dat te combineren? Maar dat is voor iedereen eigenlijk belangrijk, hè? Jawel, maar goed. En wij hebben wat dat betreft een heel bijzonder beroep, vind ik. Waarin je toch eigenlijk daar 24 uur per dag bijna mee bezig bent. Want op het moment dat je denkt dat je vrij bent, ik noemde het voorbeeld van die man die ik in die stad tegenkwam, en je stapt naar buiten, dan zien mensen jou als een wethouder. En die denken niet van die man heeft vandaag even vrij, dus ik zal maar geen vraag stellen. Nee, dus je bent het gewoon. Je bent het gewoon beschikbaar. Ja. En als wij thuiskomen op vrijdag, begint voor ons een weekend. Ja. Hè? Nou, echt niet. Ja? En nogmaals, ik heb er alle machten veel plezier in. Of je hebt zaterdag een activiteit, maar als je het college hebt op dinsdag en je hebt een raad op dinsdag. Nou, ieder van ons zit nog wel in commissies in de landen. Ja, 1 keer in de 4 weken krijg ik een pak stukken binnen. Nou, er zijn weekenden bij dat ik 10 uur zit te lezen. Naast op zaterdag iets openen. Je collega zei altijd, je moet niet alles willen lezen. Nee, maar dat is ook zo. Maar dan nog, hè. Ja, als je, en dat maakt het ook wel heel boeiend. Goede voorbereiding is wel het halve werk, hoor. Ja. Je moet niet alles willen lezen. Nee. Je moet kunnen kijken van wat zijn de hoofdzaken en bijzaken. Maar je moet wel op de hoogte zijn, anders kan je niet verliezen. Nee, wij zijn wel, zo kunnen ons wel kenmerken, ook wel wat dossiertijgers, zeg maar. Hè? Dus we willen ook wel weten waar het over gaat. Ja. En dat leer je niet door alles te lezen, maar je moet wel de slimheid hebben om de quintessens eruit te halen. Hè? Nee, je hebt in ieder geval de slimheid gehad om een uur vol te praten. Als moet, we kunnen er een marathon van maken, hoor. Je had er een goed doel aan kunnen koppelen, dan had je 24 uur gezeten. Ja. Helemaal goed. Ik denk dat we er een eind aan moeten breien. Bedankt voor de medewerking. Nog een paar maandjes goed je best doen en heel veel succes bij wat jullie daarna gaan doen. Ja, als jij nou een beetje goed schrijft over ons, helpt ons dat misschien met het vinden van een job. Goed, ik doe altijd mijn best, dat is bekend. U bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Wij zijn van de partij.